stel ik voor de vergadering te openen. Met allereerst een hartelijk welkom aan iedereen hier aan tafel. Ik ga ervan uit dat iedereen ook actief mee kan doen. Ik zie iedereen knikken. Dus iedereen is bereikbaar. Iedereen kan deel uitmaken van het debat. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die thuis meekijkt via de streaming. Het is een andere manier van vergaderen. Noodzakelijkerwijs vanwege het coronavirus. We kunnen niet live met elkaar hier in de raadzaal. Dus die afstand niet te garanderen. Vandaar dus deze wijze van vergaderen. Die ook een wat andere manier van overleggen met zich meebrengt. De keuze is gemaakt overleg met het presidium uiteraard. En Griffier en ik zitten hier met z'n tweeën in een verder lege raadzaal. Maar wij voelen ons versterkt in het feit dat u vanuit uw eigen omgeving, het zij de collega-wethouders vanuit het gemeentehuis, het zij u allen vanuit thuis meedoet. Opening is mee verricht. Mededelingen. Ik kijk even in de richting van de heer Schuurman. Het zou kunnen zijn dat u een mededeling heeft. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de laatste week is er nogal veel te doen geweest omtrent 50+. Ik kan u meedelen dat Linda en ik ook blijven doorgaan onder de vlag van 50+. Dus wij gaan niet over naar een andere partij, we blijven bij 50+. Tot zover. Nou, dank u wel. We nemen kennis van deze mededeling. En daar verandert voor ons inderdaad dus niets mee. We komen bij het punt actuele vragenronde. Er zijn geen vragen aangemeld, dus dit punt kunnen wij hiermee afronden. Komen wij bij de vaststelling van de agenda. We hebben een tweetal bespreekstukken en een aantal hamerstukken. Ik kijk even of een van de fracties daar nog een voorstel zou willen doen. Voorzitter. De heer Bak van de VVD. Klopt, we hebben voorstellen om agendapunt 7, vergroting lokale energieopwekking, de slag in Hardenberg, om die door te schuiven naar de hamerstukken. Onze vragen zijn even voldoende mate beantwoord. We hebben overleg geweest met de portefeuillehouder en wij zijn zover tevreden met de beantwoording. Ik kijk even naar u allen of dat tekort is. Ik zie u allemaal knikken. Verder kan de agenda ongewijzigd worden. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken? De heer Kelling, denk ik, zo te horen, ja? Ja, voorzitter, de VVD-fractie had met de Griffie overleg gevoerd over de brief in zaken al die verplaatsing in Dedemsvaart. Om die wellicht op de agenda te zetten. Maar tevens heeft de VVD samen met de andere oppositiepartijen wat schriftelijke vragen gesteld die wij voorafgaand aan behandeling graag hadden ontvangen. Dat is niet het geval. Maar tevens, tenslotte hebben wij van de Griffie ook begrepen dat er een raadsvoorstel in de maak is wat behandeld gaat worden in zaken de verplaatsing van de Aldi te Dedemsvaart. Dus wij zullen niet vragen om plaatsing van de brief op de agenda zoals met de Griffie besproken, maar wachten even het voorstel van het college af. Uitstekend. Ja, heer Kuipers. Ja, dank u wel, voorzitter. Agenda punt 6 zou wat mij betreft ook een hamerstuk mogen worden. We hebben hier schriftelijke vragen over gesteld over de participatie. Deze zijn voldoende beantwoord. Dus wat ons betreft mag er ook een hamerstuk worden. De heer Roelofs. Ik wil hem graag als bespreking laten staan, voorzitter. Ik wil er heel even op ingaan. Dan stel ik voor dat we dat doen. Dan houden we een bespreekstuk. Met een vrij korte verklaring begrijp ik vanuit de kant van het CDA. Volgens de agenda, zo voldoende geschied. Ja, dan gaan we door naar het agendapunt. Spreekrecht agendapunten. Daar zijn geen meldingen van insprekers. Dus dan kunnen we dit punt ook afronden. Vervolgens het punt vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 april. Iemand daar het woord over. Ik zie u alle schudden. En dan komen we inderdaad bij het punt bespreekstuk. Drijvend zonnepark Kloosterhaar. En ik ga ervan uit dat vanuit het CDA daar een bijdrage voor klaar ligt. Kijk even rond. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort. We hebben als CDA-fractie in de oriënterende ronde vragen gesteld. Onder andere over de monitoring van de waterkwaliteit. En de reden daarvoor was dat er ondergrondse waterverbindingen zijn met onder andere de zwemplas in Sibculo. Die monitoring die hebben we verder uitgevraagd in technische vragen in de aanloop naar deze vergadering. En de enige vraag die ik nog over heb is of de wethouder wil bevestigen dat er periodiek een monitoring plaats gaat vinden op de waterkwaliteit. Met daarin onder andere de monitoring op zware metalen. Dat is mijn enige punt die nog open staat. Dank u wel. Ik heb de indruk dat geen van de andere fracties het woord hierover wil voeren. Is dat juist? Dat is niet juist. De VVD wil dan graag het woord voeren. De VVD, de heer Bak. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij de vraag van de heer Roelofs. Voor ons is dat een relevante vraag. Want de vorige keer in de oriënterende ronde hebben wij daar ook vragen over gesteld. Tevens hebben wij in de oriënterende ronde uitvoerig gesproken over de participatie. En wij zouden graag van de wethouder een toezegging hebben op de vraag die we toen gesteld hebben. We hebben toen een vraag / suggestie gedaan of het niet verstandig zou zijn dat de portefeuillehouder een inventarisatie zou doen waar mogelijk meer initiatieven voor duurzaamheid, windenergie, zonne-energie zouden kunnen plaatsvinden. En hoe daar de participatie in te regelen. In ieder geval op een andere wijze de participatie in te regelen dan nu het geval is. Zodat de kernen of de gebieden in Hardenberg meer mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de duurzame energie. Daar zouden wij graag een toezegging van de wethouder op zien. Dank u wel. Ik kijk even of er alsnog andere fracties zijn die het woord wilden voeren. Ik zie daar geen meldingen. De heer Breukelman. En de heer Ten Katen. Voorzitter, kan het ook. Meneer Breukelman, u zingt wat rond. Jawel. Zo? Ja. Je hebt nog steeds niet op mute staan, Jan. Nee, je moet op de microfoon daarop drukken, ja. Dit gaat goed. Zeker, nu is het beter. Ik kan het kort houden, voorzitter. Er wordt gemonitord op zuurstofgehalte en op metalen, zoals ook in de beantwoording van de technische vragen richting de raad is aangegeven. Ik kijk even, wethouder Ten Katen. Ja, voorzitter. De vraag om de toezegging van de fractie van de VVD. Die toezegging die wil ik doen. En ik denk dat het goed is dat we dan, hoe we dat dan aanpakken en welke vormen dat gaan gieten, dat we daar nog even een korte memo over schrijven en dat we die ook even aan de raad beschikking stellen. Voorzitter. Ik kijk even richting de VVD. De Bak, ja. Even zoeken met dit palet. Misschien is het ook goed om dit onderwerp nog eens nader te bespreken in het portefeuillehoudersoverleg. Dat ongetwijfeld ook weer opgestart zal worden als de corona weer wat meer ruimte gaat geven. Ik denk dat het goed is om met elkaar daarover van gedachten te wisselen hoe we dat vorm zouden kunnen geven. Dus we zouden daar ook graag actief aan deelnemen. Dank u wel. Ik kijk even in richting bij de wethouders. Ja, voorzitter, prima. En dan nogmaals, die memo die we dan gaan schrijven, dat kan dan de onderlegger zijn voor een heel goed gesprek. Mooi. Ik kijk of u behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zie u allemaal schudden. Dan lijkt dat alsof dit onderwerp klaar is voor besluitvorming. Is dat het geval? Ik zie u alle knikken. Dat is bevestigend. We hebben het presidium besproken. Ik wil u even horen over de vraag of dat u hierover wilt stemmen, of dat ik mag concluderen dat het voorstel hiermee aangenomen is bij een voldoende meerderheid. Ik zie u niet het woord voeren voor een stemming, dus dan concludeer ik dat dit voorstel is aangenomen. Dat is juist. Ja. Dat brengt ons bij het volgende hamerstuk. Het eerste hamerstuk, het volgende stuk. Dat is het stuk wat hamerstuk geworden is. Vergroting lokale energieopwekking, de slag in Hardenberg. Ik kijk even of een van u of sommigen van u hierover een stemverklaring wil afleggen. Dat is niet het geval. Ik zie geen handjes en de griffier ook niet. Dan stel ik voor dat we ook hierover gaan tot stemming. En ook daar leg u de vraag voor. Mag ik concluderen dat, ook al omdat dit stuk hamerstuk is, dat u alle instemming krijgt, dan is u allemaal knikken. Dan concludeer ik dat het stuk 7, vergroting lokale energieopwekking, is vastgesteld. Punt 8, vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. En kijk, daar behoefte is aan stemverklaring. Ik zie allemaal schudden, dus dat is negatief. Dan ga ik ervan uit dat er overgang kan worden tot het stemmen, tot besluitvorming. Dat is het geval. Als het niets is, dan hoor ik u wel, hè. Dan stel ik u hier de vraag. Vindt u dat ik kan concluderen dat ook dit stuk met algemene stemmen is aangenomen? Die voldoende meerderheid heeft. Ik zie u alle knikken. Dus ook het stuk 8. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg is hiermee aanvaard, is hiermee vastgesteld. Vervolgens het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg in Balkbrug in dit geval. Ik kijk of er bij een van u behoefte is aan het afleggen van de stemverklaring. Ik zie u allemaal schudden, dus dat is ontkennend. Dan ook hier de vraag of het stuk rijp is tot besluitvorming. En daar een algemene knik. Mag ik ook hier de conclusie trekken dat u alle instemt met het stuk zoals het hiervoor ligt? Dat is het geval, want is het stuk 9 met betrekking tot bestemmingsplan buitengebied Hardenberg is aangenomen. Vervolgens het zonnepark Fabriekswijk de Krim. Ik kijk of er daar behoefte is aan de stemverklaring. Ik zie geen vingertjes de lucht in gaan. Dus dan ga ik ervan uit dat ook hier sprake is van een stuk wat rijp is voor besluitvorming. Ik kijk ook hier weer even rond met de vraag van... Kan ook dit stuk rekenen op uw alle instemming en hiermee met algemene stemmen aangenomen. Ik zie u alle uitgebreid knikken. Dat het stuk 10, Zonnepark Fabriekwijk, de Krim, is aangenomen. Dan punt 11. Bijdrage aan nieuwbouw MFA de Krim. En ik kijk of ook hier behoefte is aan een stemverklaring. De heer Rodemond. Anderen. De heer Rodemond, u heeft uw gelegenheid voor het afleggen van de stemverklaring. Dank u wel, voorzitter. Na een lang traject zien we dat multifunctionele accommodatie, de Krim, doorgang kan lijken te vinden met dit voorgenomen besluit. D66 is daar erg blij om en wij willen graag vanaf deze plek ook de Krim als dorp en als gemeenschap feliciteren met deze kans. Ik neem aan dat u hier namens een ieder gesproken heeft. Is dat het geval? Dus wat dat betreft denk ik dat die complimenten uit de hele raad komen. En ik neem aan dat dat zo is. Waar ik sprak vanuit de eigen fractie, maar ik neem aan dat dat vanuit de hele raad zal zijn. Ik zie geknik wat dat betreft. Verder geen stemverklaringen. Dan wil ik hier overgaan tot stemming. Waarbij de vraag hier is, kan ik concluderen dat dit stuk u alle instemming heeft? Ik hoor geen tegengeluid en dan concludeer ik dat het stuk 11, bijdrage aan nieuwbouw MFA de Krim, is aangenomen. Dan het stuk onttrekkingsbesluit gedeelte Pascalstraat. Is u daar behoefte aan een stemverklaring? Nee, ik zie u alles schudden. Dat is niet zo. Dan ga ik ervan uit dat ook hier het stuk rijp is om tot besluitvorming te komen. Ook hier weer de vraag aan u. Kan dit stuk op je alle instemming rekenen? Zo nee, dan hoor ik dat graag. Of niet graag, dan hoor ik dat. Trek ik de conclusie dat het stuk met algemene stemmen aanvaard is. Vervolgens de Europese openbare aanbesteding van de accountantsdiensten. Ik kijk even rond of dat de stemverklaring vraagt. Nee. En ook daar de vraag, kan dit stuk, kan daar besluit over genomen worden? Dat is zo. En dan vervolgens, kan dit stuk op je alle instemming rekenen? En ik zie u allemaal knikken. Dus dan concludeer ik dat ook dit stuk met algemene stemmen is aanvaard. Vervolgens punt 14, de lijst van de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van vandaag. Is er een van u die daar het woord over wil voeren? Dat is niet het geval. De heer Gelling heeft er iets over gezegd bij de mededelingen. Dan stel ik ook deze ter besluitvorming voor. Die kan nu alle instemming hebben. Met een knik is ook deze vastgesteld. komen wij op het stuk 15, update coronacrisis. En ik moet u even wat dat betreft meenemen, en degenen die thuis meekijken, die het vorige keer niet gezien hebben, naar de vergadering van de O-ronde. Ik moet u zeggen, ik heb daar toen, ik zie u allen een beetje lachen, een uitvoerig verhaal gehouden. En misschien wel te uitvoerig. En dat was tegelijkertijd wel een verhaal uit het hart. Want als college en als hele samenleving, nu als raad, als toezichthouder, zijn we natuurlijk heel druk geweest met te kijken hoe wij op passende wijze een antwoord kunnen geven op de problemen die voortvloeien uit die coronacrisis. En dat je wel eens een keer dan wat breedvoerig bent, ja, dat moeten we misschien deze keer maar vergeven. Maar dat mag je geen twee keer doen, dat is wel helder. Ik ga proberen om nu in het kort een paar dingen mee te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken. En dat kan aanmerkelijk korter dan de vorige keer, dat zult u begrijpen. Ik doe het wat staccato, dus dat gaat niet al te lang duren. Allereerst, de afgelopen weken ging het in de coronacrisis wat meer over het gelukkig overbieden van perspectief. Het ging over mensen in contactberoepen. Het ging over weer meer ruimte geven, wat meer ruimte nemen. En het bijvoorbeeld niet naar de kapper kunnen. Ik zie dat bij sommigen nu alweer terug. Maar bij sommigen ook, denk ik, over onvrede dat bepaalde maatregelen waar je met elkaar enorm naar uitkijkt, toch nog niet genomen kunnen worden. En het kabinet heeft nu een aantal stappen, een stappenplan gemaakt. En ja, voor de een pakt dat wat positiever uit en de ander zal wat langer moeten wachten. En dat is best een lastig iets. We weten immers niet hoe precies de crisis zich ontwikkelt. Wat we wel weten is dat een aantal aspecten van onze samenleving er na deze crisis anders uit zal zien dan daarvoor. En wij zijn ons aan het voorbereiden, ook als college, op een lange termijn visie om te kijken van ja, wat gaat nou in ons werken veranderen? Hoe moet je daarop reageren? Dat geldt in maatschappelijke zin, het geldt in je organisatie, het geldt in financiën, op heel veel terreinen. En daar zullen we nog, denk ik, met elkaar redelijk vaak over te spreken komen. Ik neem even mee naar de cijfers. Vergeleken met de cijfers van 2 weken geleden is het aantal overledenen gekomen op 8. Er is 1 overleden bijgekomen. En dat, ja, dat raakt ons altijd zeer. Het aantal ziekenhuisopnamen is gelijk gebleven met 23. Het aantal besmettingen is met 8 toegenomen naar 170. Dus je merkt dat ook hier de situatie stabiliseert en gelukkig wat afneemt. Ik maak ook hier weer even korte opmerking die ik 2 weken geleden maakte met de relativiteit van deze cijfers en de wijze van het meten. En ik verwijs u even ook naar datgene wat dagelijks vanuit de RIVM en vanuit de GGD IJsland aan materiaal wordt gegeven. Het handhaven is nog wel een ding. En het handhaven, dat wordt ook niet makkelijker naarmate de regels soepeler worden. En het weer ook beter wordt. Er is een aantal bonnen uitgeschreven. En met name rond het sportpark en rond de Kootermeerstal in Dedemsvaart. Het zijn vervelende dingen, maar je merkt dat het zelf verantwoordelijkheid nemen, daar begint het mee en daar eindigt het mee, niet altijd lukt. En vandaar dat er hiernaar toch gehandhaafd wordt. Het versoepelen van de regels maakt die handhaving ingewikkelder. En ook al omdat het complexe regelgeving is met veel uitzonderingen. U zult het aan de lijve merken. Het is ook iets wat onze komende weken bezig zal houden, die handhavingsvraag. Waarbij iedere keer weer de kernregel is, hou die 1,5 meter afstand. En zorg dat je met elkaar in ieder geval verantwoordelijk bent voor elkaar en elkaar goed in de gaten houdt. Vervolgens ga ik kort in op het onderwijs. De schoolbesturen en directies van de kinderopvang. We zijn weer aan de gang. De kinderen zijn weer naar school. En we hebben de directies van de scholen en kinderopvang aangeboden om knelpunten te melden als die zich voordoen. En gelukkig loopt dat tot dusver. In ieder geval, we hebben natuurlijk pas 2 dagen ervaring. Loopt dat over het algemeen goed. Een mooi ding om te melden op het gebied van onderwijs is het initiatief, de mogelijkheid om ons theater De Voortvechter de scholen biedt, dat de scholen biedt om een eindmusical op te nemen en die uit te zenden, zodat toch dit memorabele feit, als je in groep 8 zit en je neemt afscheid van school, dan hoort dat nog eenmaal met een mooie musical. En langs deze manier zijn we erg blij dat het in ieder geval kan plaatsvinden. Het voortgezet onderwijs, dat zal nog even moeten blijven wachten. Dat gaat pas aan de gang als het virus verder onder controle raakt. U weet er alles van. Een paar opmerkingen over ons ondernemers. Met name in de recreatiesector nog best moeilijk. Omdat je daar zeker met het mooie weer en zo'n seizoen veel meer zou kunnen dan eigenlijk op dit moment mag. En ja, dat wordt nog eventjes uitkijken naar die 1 juni en naar die 1 juli. En kijken waar het versoepeld kan worden in de tussentijd. We zijn aan het nadenken over de inrichting van onze terrassen. We doen het ook in een regionale afstemming uiteraard. En wat dat betreft zit er iets verlichting in. Maar wellicht, ja, met elkaar zouden we zoveel meer willen. Meer ruimte is er gekomen op het gebied van de sport. Iedereen mag onder begeleiding en ook de categorie 18+, onder begeleiding van een vereniging of professional, buitensporten. En we zien dat het sporten nu in de verschillende sportparken die we hebben over het algemeen goed verloopt. Wat open gaat, dat zijn open mag gaan, dat zijn de binnen- en buitenzwembaden. We kijken daar waar dat plaatsvindt of dat op een verantwoorde en veilige manier kan. En waarschijnlijk kunnen de zwembaden, de Slag en de Kiever het einde van de week open. Waarbij we het aanbod dan stapsgewijs gaan uitbreiden. Eerst kijken of het goed gaat. Als gevolg van het virus hebben de geplande werkzaamheden aan het buitenzwembad de Hattemat vertraging opgelopen. Maar het is wel de bedoeling om zo rond 1 juni open te gaan. Een memorabel iets vind ik ook dat in de Mars Cruzebrink, de ouderenzorglocatie, dat daar de pilot die landelijk uitgerold is bij 25 veiligheidsregio's mag plaatsvinden. En dat betekent dat we daar mogen experimenteren, dat Saxenborg Groep mag experimenteren daar met het toelaten van bezoek op een wat makkelijker regels dan tot dusver. We hopen dat het een succes wordt en dat die pilot ook gemeengoed mag worden voor heel Nederland. Ik wil het hier maar even bij laten, tenzij dat u bepaalde vragen heeft. En dan kunnen ook de wethouders daar een antwoord op geven. Ik kijk even in uw richting. Nee, ik vond het voldoende uitgebreid, voorzitter. Toch wat korter dan de vorige keer. Ja. Anderen van u? Nou, voorzitter, als ik even een korte vraag mag stellen. Ja, dat mag. Ik was even benieuwd of u of wellicht een van de wethouders iets kan zeggen over in hoeverre de gesprekken zijn met horecaondernemers bijvoorbeeld aan de markt. Of die hun terrassen bijvoorbeeld tijdelijk wat mogen uitbreiden, het plein af. Om ze wat meer ruimte te geven voor de 1,5 meter terrassen als dat straks toegestaan wordt. Ik kijk even wethouder Trietsap. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, voorzitter. Nou, we zijn dus momenteel nu aan het kijken, hè, want binnenkort mogen de terrassen weer open om samen met de ondernemers, want die hebben er zelf ook verenigd, ook een aantal ideeën over, om te kijken hoe we daar meer ruimte aan kunnen geven en hoe dat past in het openbaar gebied. Dus daar staan we zij aan zij en proberen we in gezamenlijkheid naar te kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Andere vragen? Ik zie geen handjes de lucht in gaan. Onderwerpen mee voldoende besproken, voor zover het überhaupt kan. Kom bij de rondvraag. En ik kijk dit keer rechtsom. Ik kijk naar de ChristenUnie, CDA, GroenLinks, VVD. Ja, voorzitter, mag ik een korte vraag? Ja, de heer Gelling. Voorzitter, bij de weekberichten zagen wij de lijst van openstaande moties en toezeggingen aan de gemeenteraad. En die lijst behelst ondertussen 19 pagina's van nog te behandelen onderwerpen kennelijk. En bent u het met de VVD-fractie eens dat dat wel een hele lange lijst is? En zo ja, wat zou u daar willen doen? Mede gezien wellicht de coronatijd, dat u wat meer tijd heeft achter uw bureau te gaan zitten en daar eens wat uitvoering aan te geven. Zullen we eens kijken, meneer Gelling, hoe het met die toezeggingen staat en met de moties, et cetera. Daar komen we daar graag op terug. Wellicht in het presidium van ons in de raad. Akkoord, ik kijk even verder. Dat was VVD. D66. Op koers. PvdA-fractie. En de fractie van 50+. Dan is de rondvraag hiermee voltooid. En dan sluit ik hiermee de vergadering onder dankzegging van u allen.